Kijkers, van harte welkom. Dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President kondigt verlichtende maatregelen aan. Vakbonden geïnformeerd over sociale maatregelen. Grote bezending AstraZeneca-vaccins uit Nederland. En snellere normalisatie door te vaccineren. President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens een regeringspersconferentie een aantal verlichtende maatregelen gepresenteerd aan het volk. Het doel van deze maatregelen is om verlichting te brengen in het beschikbare budget van de samenleving dat zwaar door de economische crisis is getroffen. De regering heeft gemeend op basis van haar verantwoordelijkheid de burgers tegemoet te komen. Dames en heren, we hadden eerder als regering maatregelen al getroffen ter ondersteuning van de samenleving. De AOV was al eerder opgetopt. Van 525 naar 750 SRD per maand, dus vanaf november 2020. Algemene kinderbijslag was al opgetopt van 50 tot 75 SRD per maand, ook vanaf november 2020. De financiële bijstand voor personen met een beperking was al opgetopt van 375 SRD naar 500 SRD per maand. Ook vanaf november 2020. En de financiële bijstand voor zwakke huishoudens was ook opgetopt van 33 SRD naar 500 SRD vanaf november 2020. Er wordt nog steeds een heffingskorting op de loon- en inkomstenbelasting gegeven van maximaal 750 SRD. En deze heffing loopt nog steeds door. Personen, kleine bedrijven, zelfstandigen, personen die werkloos zijn, die kunnen ook ondersteuning krijgen vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Een uitkering van 1500 SRD per maand vanaf februari 2021. En inmiddels zijn al 4000 personen die dit al krijgen. Daarnaast zijn de volgende maatregelen reeds lopende. We hebben eerder goedgekeurd, omdat er een probleem was in de zorgsector, van achterstanden van personen en bedrijven die goederen en diensten geleverd hadden. En daar hebben we goedgekeurd 25 miljoen SRD. Wateroverlast hebben we goedgekeurd voor wateroverlastfonds, 100 miljoen SRD. Personen, agrariërs, die een compensatie moeten krijgen omdat hun landbouwgebieden onder water zijn gelopen, 50 miljoen SRD. Nationaal Ontwikkelingsfonds, Agri Business, Nova, meer bekend als Nova, daar is er een uitzetting van 50 miljoen SRD. Met een rente tussen 5% en 6% bestemd voor de agrarische sector. Fonds studiefinanciering Suriname, FSS, 10 miljoen SRD voor facilitering van studenten voor het jaar 2021. Fonds technische bijstand particulieren, hier moet het bedrag nog vastgesteld worden. We hebben nog een studiefonds voor verpleging en verzorging in Suriname. Dat hebben we bekendgemaakt op de dag van de verpleging. Hier is er ook 4 miljoen SRD voor studiefinanciering. En zij die hogere studies willen hebben op bachelorniveau, masterniveau, PhD, daar is een bedrag van $300.000 beschikbaar. KMO-fonds voor kleine en middelgrote ondernemingen is een US-dollar van 10 miljoen, waarvan 140 miljoen SRD in 2021. Productiefonds, 150 miljoen SRD, waarvan 50 miljoen in 2021. Dan hebben we zoveel voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken voor personen die in financiële nood zijn. Daarover kan men nader informatie straks krijgen van de minister.
Maar we gaan nu verder nog meer maatregelen treffen. En dat zijn de volgende maatregelen. AOV voor personen vanaf 60 jaar. Dus op dit moment, zoals ik eerder zei, 750 per maand. En dit bedrag wordt verhoogd naar 1000 SRD per maand. AKB kinderbijslag is op dit moment 75 SRD, gaat naar 125 SRD per maand. Mensen met een beperking, die krijgen op dit moment 500 SRD per maand. Dit wordt verhoogd naar 750 SRD. Zwakke huishoudens, die krijgen nu 500 SRD per maand. Dit wordt verhoogd naar 1000 SRD. Dan is het 12 miljoen beschikbaar. 12 miljoen SRD beschikbaar per jaar. En het gaat hier om subsidie aan overheidsstichtingen, subsidie aan particuliere sociale instellingen, sociaal beschermingsprogramma, zorgvervoer, armoedebestrijding, bijdrage voor acute noodsituatie, bijdrage medische hulpmiddelen, thuiszorg, basiszorgverzekering, meerkosten, medische zorg. Voor wat betreft medicijnen, daar moet er voor zorg dragen dat de medicijnen beschikbaar moeten zijn, betaalbaar moeten zijn. En daar zal er een subsidie plaatsvinden, namelijk naar de medicijnen toe. En dat zal gebeuren via BGVS. Bij brandstofprijzen, daar hebben we ook als regering maatregelen getroffen. In feite zouden we government take moeten krijgen, maar op dit moment krijgen we geen government take. Maar we zorgen namelijk dat de prijzen betaalbaar zullen zijn door ook hier met subsidie te komen naar de brandstofprijs toe. Daarna hebben wij gezorgd namelijk dat de ambtenaren een ondersteuningstoelage gaan krijgen. Namelijk alle actieve landsambtenaren, de gepensioneerden. Alleen is er een grens daar gesteld van 12.602 SRD. Tot die grens zal die verhoging plaatsvinden. Alle personen die boven deze verhoging vallen, die gaan geen uitkering krijgen. De ambtenaren die krijgen per maand als toelage, ondersteuningstoelage, 1000 SRD. De gepensioneerden die krijgen een bedrag van 750 SRD, omdat deze groep ook vanuit AOV reeds een verhoging krijgt. De onderstand is ook verhoogd. Dat is het bedrag 350 SRD. En dat zijn allemaal maatregelen die we treffen om de koopkracht te versterken naar de samenleving toe. De regering beschouwt werknemers en in deze hun vertegenwoordigers als belangrijke en essentiële partners op het traject van gezondmaking van de economische situatie. Het ingezet hersteltraject is van crisisbeheersing naar stabiliteit en herstel en dan naar groei. Op basis hiervan heeft de regering voorafgaand aan de regeringsraad op woensdag 9 juni 2021 besloten de vertegenwoordigers van de diverse vakbonden ook te informeren en te horen. Bondruna krakti. Eenheid maakt macht. United we stand, divided we fall. En dat is wat ik geprobeerd heb. Soms lukt het een beetje. Soms je gaat 2 centimeter vooruit, maar kan want toe moet je 3 centimeter achteruit. Maar we gaan door om te zorgen dat er een goed platform is van overleg met de vakbonden en de vakcentrales. Wat we gewild hadden is namelijk inzichten van de vakbonden om te komen tot een pakket van maatregelen om die crisis te beheersen enerzijds, dat is beleid. En aan de andere kant
maatregelen naar de werkende klasse, dat is beleid en belangenbehartiging. En collectief is het niet gelukt, laat me dat duidelijk aangeven. Collectief is het niet gelukt dat we als vakbond dit en dit en dit willen. Wat we wel gekregen hebben, is namelijk dat we vanuit individuele vakbonden en vakcentrales inzichten gekregen hebben. Van luister, deze zijn de zaken die we moeten aanpakken. En sommige die kunnen geïmplementeerd worden met een handomdraai. Dat is een beetje simpelweg uitgelegd hoor. Maar sommige zaken die hebben een beetje studie nodig. Om maar een voorbeeld te geven, is een goed voorstel gekomen met betrekking tot aanpassen van de belastingsschijven. Ja, dat willen we ook. Dat wil een deel van de vakbond ook. Maar we zijn er nog niet uit. En we zien gelukkig dat die vakbonden dat ook zeggen. Dat ze nog meer tijd nodig hebben om dat uit te werken. Omdat het een vrij ingewikkeld systeem is om belastingsschijven aan te passen. Mede tegen de achtergrond dat we straks BTW hebben. Dus nogmaals, er zijn issues, zaken als loonronde. Er is een loonraad geïnstalleerd. Die loonraad heeft opdracht gehad, ja, ga voor mij onderzoeken wat minimumloon moet zijn. En daarvoor heb je breed overleg nodig. Met alle betrokken organisaties, bedrijfsleven, vakbonden. Ook dat zijn allemaal goede voorstellen waarvoor je meer tijd nodig hebt. En dan zijn er voorstellen, ja, we willen nominaal wat. De machine was in de portemonnee, ja, dat begrijp ik. Ik voel die druk ook. Maar wat voor zin heeft het als je iets nominaals extra in die portemonnee zet? En dat na enkele weken dat in waarde daalt, dat alleen je portemonnee zwaarder is geworden, maar je boodschappentas is minder geworden. Dan bereiken we niks. Uiteindelijk hebben we getracht samen met u na te gaan wat wij gezamenlijk zouden kunnen doen. Een stabiele economie brengt rust op alle fronten. Prijzenfront, alle fronten. En dat is waar we naar streven. En ik ben blij te mogen constateren dat waar een aantal mensen ook voorspeld hadden dat bij het vrijlaten van de koers, die koers zou gaan lopen en er zijn zelf koersen genoemd van 30 en 40. Dat zijn mensen die niet voldoende geïnformeerd zijn over waar wij de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. En ik neem het ze niet kwalijk, want ze zijn niet voldoende geïnformeerd. Maar ze vragen het vaak ook niet van minister of regering, wat bent u bezig te doen om die economie te herstructureren en vormen meningen op basis van onvolledige informatie. Ik ben blij te constateren dat die koers redelijk stabiel is gebleven en sterker nog een paar centen naar beneden is gegaan. Ik heb net gekeken op de website van de Centrale Bank, want u weet, de Centrale Bank publiceert 3 keer per dag de koersen, om 10 uur, 12 uur en 3 uur geloof ik. En die koers is stabiel, is zelfs een paar centen verder naar beneden gegaan. De instrumenten die wij ingezet hebben, dames en heren, om die stabiliteit te creëren, een aantal van ze zijn bekend bij u. Die retentieregeling, de valutawet, geldtransactiekantoren. Maar in macro-economische zin hebben we geïnterveneerd in die markt. Want als je problemen wil oplossen, dan moet je ook weten hoe die problemen zijn ontstaan. En wij weten, we hebben het vaak genoeg gezegd, dat door monetaire financiering in het verleden te veel geld in omloop is. En we hebben instrumenten de afgelopen maanden ingezet om die balans weer te brengen. Want ons streven is koers stabiliseren, maar ik zeg een sterke SRD hebben. We moeten weer vertrouwen hebben in onze SRD. Want als we dat opbouwen, dan zullen mensen niet vluchten in vreemde valuta.
Nou, de president heeft dus een aantal maatregelen aangekondigd, waarbij dus de koopkrachtversterking, van waar wij vooral op hebben gefocust, op de ambtenaren en de gepensioneerden. Het is niet ongebruikelijk dat de regering dus een tegemoetkoming geeft aan de samenleving. Laten we dat zo zeggen, dat het in 2000 is gebeurd, in 2005, in 2010 en in 2016 is dat ook gebeurd. Maar ik heb de president ook bij de vragenronde aangegeven, zeg maar luister, oké, u geeft dit, maar dit is buiten onze onderhandeling. Dus de onderhandeling blijft overeenstaan. Het wensenpakket van de CLO wordt nog besproken. De akkoorden die de CLO heeft getekend, daarover moeten we nog praten over de uitvoering. Dus dit is iets wat de regering daar buiten geeft. De maatregelen zijn er hier natuurlijk. Je hoopt dat met de maatregelen de koers gestabiliseerd wordt, want dat is heel belangrijk. En als de koers iets lager ook natuurlijk kan komen. Laat me ook zo zeggen dat wij dus ook hier hebben gevraagd naar verbetering van de toelagen van de ambtenaren. Want de toelagen zijn al in 9 jaar niet gewijzigd. Maar de regering heeft dus aan verschillende groepen van de samenleving wat gegeven. Wat ze dus op dit moment kan geven uit hun besparingen. Maar we hopen dat dus de komende tijd dus er ook meer gegeven kan worden. Want de mensen hebben meer nodig. U weet, de ontwaarding is van 7,52 gegaan naar 21 SRD. Dus de ontwaarding is heel groot. Maar we zijn heel erg blij dat de regering dus nu na 10 maanden een beweging heeft gemaakt om iets aan die samenleving te geven. Er is een vervolggesprek. Wij willen diepgaander met de regering praten. Omdat als we deze brede setting praten, dan kom je echt niet goed aan je trekken. Het lijkt meer op een vluggertje, om het zo te zeggen. Dus wanneer je gaat praten, dan moet je de ruimte hebben om dus alles wat je dus wil zeggen te kunnen zeggen. Vanuit Amsterdam zijn op 9 juni 2021 90.000 AstraZeneca-vaccins, medische hulpgoederen, vaccinatiebenodigheden en personal protective equipment aangekomen in Suriname. De geleverde vaccins zijn onderdeel van het steunpakket welke Nederland aan Suriname geeft in de strijd tegen COVID-19. De SLM heeft voor het transport hiervan gezorgd. Minister Harin, vandaag heeft Suriname weer een dosis vaccin ontvangen. Om hoeveel vaccins gaat het? Vandaag zijn we hier in een ceremonie, omdat het de eerste stap is, de eerste concrete handeling is vanuit Nederland over vaccins, de toegezegde steun. U weet dat Suriname rond de 750.000 vaccins toegezegd gekregen heeft van Nederland. En dat vandaag de eerste 90.000 AstraZeneca vaccins zijn gearriveerd. Die zitten in het toestel, komt zo eruit. Met dit toestel is ook meegekomen een aantal medische apparatuur, een set van medische apparatuur en wat verbruiksartikelen als PPE. Dus we zijn hier eigenlijk symbolisch, ceremonieel, aangezien wij, dit is de eerste officiële zending vanuit de Nederlandse overheid naar Suriname. In het kader van de steun in COVID-vaccins. Een hele belangrijke stap, omdat u begrijpt dat 90.000 is enorm. We moeten dit zo gauw mogelijk aan de samenleving toedienen. Willen wij echt inderdaad die duurzame bescherming hebben om de strijd tegen COVID-19 te gaan winnen, is het nodig dat we met z'n allen massaal gaan inenten. Dat is het bewijs dat al overduidelijk is. En die 90.000 is inderdaad een goede stap om onze vaccinatiecampagne, welke inmiddels is opgestart, al draait. We zijn gisteren door onze voorraden heen. Dus het is enorm. Het moment ook is enorm belangrijk. Omdat op dit moment wij geen vaccins meer in voorraad hebben. Dus morgen worden deze vaccins al ingezet. Dus het is een enorm belangrijke stap. President Santokki heeft aangegeven dat er binnenkort nog meer een dosis, ik denk vanuit Amerika, komt. Is het bekend om hoeveel dat gaat? Ja, het gaat om het merk Johnson & Johnson. U weet, we hebben vanaf het begin gesteld, de Surinaamse regering gaat alleen werken met door de WHO goedgekeurde vaccins voor COVID-19. Johnson & Johnson is er één van. We hebben ook onze netwerken ingezet, ook via Nederland, om aan Johnson & Johnson te komen. Deze komen hopelijk, hoogstwaarschijnlijk ook, tegen eind van de week. Het gaat om 25.000 Johnson & Johnson. Het voordeel daar, iedereen kent het, het is een single shot.
Dus we hebben al gezegd, we gaan die reserveren zoveel mogelijk voor gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. Verafgelegen gebieden in het binnenland, maar ook in de kustvlakte zijn er gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. Dus het voordeel is, heb je één shot te geven, heb je feitelijk ook een dekking. Dus dat is het voordeel van de Johnson & Johnson. Iedereen kent wel iemand die met COVID-19 op dit moment ergens zit of is overleden. Laat dat u niet overkomen. Probeer in te spelen op het aanbod wat wij u geven. Want het is nog heel erg triest om te zien dat bepaalde delen in de wereld nog niet eens één vaccin hebben ontvangen. Dus we mogen blij zijn en we mogen ons een bevoorrechte positie bevinden in de wereld. Dat wij grootschalig nu onze samenleving gaan kunnen vaccineren. Dus nogmaals, onze dank is ook enorm naar de Nederlandse overheid toe. Dat wij gebruik kunnen maken van de doses die zij hebben voor ons. Ook gaan wij straks andere merken hebben waarvoor we natuurlijk terugkomen. Maar dit is concreet, dit is er. Adorokba, laten we het uitrollen naar de samenleving. En ik vraag de samenleving het positief te bekijken en dit te accepteren om die duurzame bescherming te brengen voor Suriname. Met de komst van een grote partij AstraZeneca-vaccins uit Nederland kan het COVID-19-vaccinatieprogramma normaal voortgang vinden. Inenten tegen dit gevaarlijke virus is op dit moment de enige manier om sneller terug te kunnen gaan naar het normale leven. Registreer je via de website www.laatjevaccineren.sr of bel met 178, de gratis lijn van het BOG. U kunt ook langslopen bij een van de prikpunten van de RGD, de ziekenhuizen of het BOG. Tot nu toe hebben in Suriname 112.200 zich laten vaccineren. Daarvan hebben 22.171 burgers beide prikjes ontvangen. Het aantal besmettingen in ons land is nog steeds aan de hoge kant. Helaas hebben daarbij vele burgers het leven gelaten. Wij roepen u op om ook de bekende Mohana-regels in acht te nemen. Nogmaals, handen ontsmetten, 1,5 meter afstand en mond- en neusbedekking op zijn nog steeds effectieve manieren om geen besmetting op te lopen. Het beste is om indien mogelijk thuis te blijven en vermijd op deze manier fysiek contact met anderen. Laten wij onszelf en anderen helpen door de maatregelen in acht te nemen. Wees onderdeel van de oplossing. Wij doen dit voor ons geliefd land Suriname. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.